Hey YouTube, welkom bij een nieuwe review. We gaan vandaag een biertje reviewen van Cantillon, de Rosé Gamblinus. Is een frambozen lambiek. Dit is eigenlijk mijn eerste bier van Cantillon. Ik heb nog wel meer van Cantillon staan. Zijn veel grotere flessen als deze. Hier gaat maar 37,5 centiliter in. En ik ben heel benieuwd. Het is wel moeilijk om aan te komen. Maar toch eentje weten te bemachtigen. Het is een frambozen lambiek van 5%. En hij krijgt een 4,3 op een tapped gemiddeld. Dus dat is vrij hoog. En ik ben niet de grootste kenner als het gaat om lambieks en geuzes en dat soort bieren. Maar het laatste jaar ben ik het eigenlijk steeds meer gaan waarderen. En daarom heb ik ook, volgens mij een fles of 4-5 van Cantillon staan. Het zijn grotere flessen die echt leuk zijn om te sharen. Die ook waar sowieso een van gaat terugkomen in de bottle share met Beekeek Holland en Thomas Opent, die er aan zitten komen dit jaar. Wanneer is nog onbekend. Wat misschien wel grappig is om te laten zien, is de dop. En er zit dus een dop op, maar er zit ook een kurk in. En dat is mede denk ik gedaan omdat deze kan je vrij lang bewaren en dan wil de dop of de kurk er nog wel eens afspringen als je hem echt heel lang bewaart. Bieren van spontane gisting, we willen dat nog wel eens doen. Ik zal eens even lezen wat er op de achterkant van de fles staat. De Rosé de Gamblinus Cantillon is de vrucht van een weking van verse frambozen op 2 jaar oude lambiek. Zijn complexe aroma en zijn zure smaak maken er een uniek bier en een prima dorstlesser van. Het is ook wel aardig weer vandaag, dus een leuk biertje om te gaan drinken met het mooie weer. Bier met smaak evolutie. Bewaar run bij 12 tot 15 graden en opdienen rond de 6, 7 graden. Nou, ik heb hem al, hij heeft al in de koelkast gestaan. Is er nu een half uurtje uit ongeveer, 3 kwartier. Om volop te genieten van de fruitsmaak van de Rosé de Gamblinus, drinkt u hem het best binnen het jaar na de aankoop. Deze is gebotteld op 5 juni 2018. Dus we zitten nog mooi in het jaar. Het is nu begin april. Maar je kan hem uiteraard natuurlijk ook bewaren, maar dan zal de fruitige smaak toch echt wel minder worden en dan krijg je echt meer de lambiek die naar voren komt. Maar je kan deze gewoon 10 jaar bewaren, staat er ook op de fles. Maar dat gaan we, bij deze gaan we dat niet doen. Omdat ik toch gewoon fucking ongeduldig ben en deze gewoon wil gaan reviewen nu. We gaan hem even openmaken. Dat is best vreemd natuurlijk. Er zit hier een kurk in, maar ook een dopje. We gaan eerst het dopje er even afhalen. Mooi dopje. Gaat in het bakje met alle dopjes. Maar nu gaan we even de kurk er nog even uithalen. Dus dan gaan we. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit. Of die er een beetje goed uit gaat komen. Nou, hij is nog niet zo lang in bezit. En hij is ook nog niet zo. Hij is nog niet een jaar oud. Dus dat, ik denk dat het wel goed moet komen. Ja, daar komt hij al. Het is mij altijd geleerd om dit zonder kloppen te doen.
Nou, dat doen we heel netjes, al zeg ik het zelf. Ja, ik ruik de frambozen hier al. En ja, Cantillon komt uit Brussel, België. Dat zie je ook op de dop, het een en ander. Ik weet niet of je het kan lezen, maar... Brassio Cantillon 2018, bottled in Brussels, season 17-18. Ja, leuk. We gaan hem even inschenken en ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Er zijn waarschijnlijk heel veel mensen die nu vet jaloers op mij zijn. Eat your heart out, zou ik zeggen. Je gaat waarschijnlijk totaal geen schuimkraag op blijven staan. Ah, echt een hele mooie lichttroebele kleur met een hele compacte schuimkraag die echt zo weg is. En die is echt een beetje roodige roze kleur heeft die. Maar die kleur is echt zo mooi. Echt intens rood van de framboos. Ja. Weinig carbonatie in het glas. Je ziet wel wat belletjes omhoog gaan, maar het is echt minimaal. Nou, zoals je ziet is die helemaal weg. De schuimkraag. We gaan even naar de neus. Oeh. Ah, echt heel zuurig. Heel zuur. En heel fruitig. Ah, echt die funk die komt ook echt goed terug van de lambiek. En ik ben dus echt geen kenner, hè? Dus ik zeg ook maar wat. Maar dat is wat ik ruik. Hele, echt die framboos die komt echt zo mooi terug. Mooie framboosgeur, heel zoetig. Het zuur ruik je ook goed. Het zuurige. Ja, ik ben heel benieuwd, het ziet er heel mooi uit. We gaan hem even een slokje van nemen. Proost! Zo dan. Oh, die is mooi. Heel mooi zeg. Heel fruitig. Het zuurtje valt echt mee. Ik had het echt wel iets erger verwacht. Ik ben de laatste tijd wel meer van dit soort bieren gaan drinken. Lambics. Dus, maar ik ben er wel iets aan gewend aan het zuurige. Maar dit valt echt wel mee. In het begin komt hij echt, het zuurtje kikt er mooi in. Dan komt die framboos heel mooi door. Heeft ook een beetje een droog. Smaakt ook een beetje droog. Ja, echt. Mooi bier is dit, zeg. Serieus. Wil ik samen voor kunnen stellen als jij lekker in de tuin zit en het is mooi weer. Voetjes omhoog, dat je dan dit drinkt. Mooi in de zon. Ah, echt heerlijk. Hier kan je er zo een paar glazen van achterover tikken. Echt. Dit is echt zo goed. Blij dat ik deze opengetrokken heb vandaag, zeg. Man. Ja, de Rosé Gambrinus. En 5% frambozenlambiek. Ja, echt heerlijk. 4,3 op Untappd. Ik vind deze echt
echt lekker gewoon. Ik vind, ja, dit is echt een heel mooi bier. Ik zit een beetje te twijfelen tussen een 4,25 en een 4,5. Neig toch net even wat meer naar die 4,25. Check Untappd even. Als je het echt zeker wil weten. Ah, is echt zo lekker. Vrij grote inhoud voor zo'n 37,5 cent die zit erin. Maar hier ga ik echt, hier ga ik echt van genieten. Echt een heel mooi bier. Ik hou hem even op 4,25. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd naar andere bieren van Cantillon. En die gaan er misschien binnenkort ook wel aankomen, geen idee. Laat even weten wat je ervan vindt. Wat vind je van überhaupt van lambieks? Wat vind je van... hou je van framboos in een lambiek? Heb je eerder Cantillon gedronken? Ben je erg benieuwd wat het is? Wat voor bier het is? Ik ben echt na dit biertje heel erg benieuwd naar andere bieren van deze brouwerij uit Brussel. En ik heb er nog een paar staan, dus dat komt helemaal goed. Ik weet niet of deze bieren zeer binnenkort gereviewd gaan worden. Maar er gaat sowieso eentje dit jaar nog aankomen van die samen met Beekeek Holland en Thomas Opent gaat drinken. Heel erg benieuwd wat zij er ook van vinden. Ik weet dat Beekeek Holland niet de grootste fan is van zure bieren. Thomas wel. Die gaat dit zeker waarderen. Die zou dit ook echt een heerlijk bier vinden, denk ik. 4,25 uit de 5. Ik zal onderaan de video in de omschrijvingsbox nog even een linkje plaatsen van de brouwerij van Cantillon. Dan kun je even het een en ander nalezen wanneer je daar langs zou kunnen gaan. Het is ook wel, denk ik, een beetje een dingetje voor mij om daar ooit een keer langs te gaan. Dat lijkt me echt heel erg leuk. Ik zal onderaan de video ook nog even een linkje plaatsen van de Dutch Beer Collective. Daar kun je onder andere ook linkjes van mijn social media vinden. Facebook, Instagram en Untappd. Ik plaats geen linkjes meer van de social media onder mijn video. Maar alleen een linkje van de Dutch Beer Collective. Daar kun je alles teruglezen en vinden. Recentelijke video's van mij, van Thomas Opent, van Beekeek Holland. En dus alle linkjes naar al onze social media. En daar staan ook evenementen op die we gaan bezoeken. Dus daar moet je zijn. Dit was hem weer voor deze review. En ik zou zeggen proost. En tot de volgende keer. Cheers.